vind ik het heel aardig om hier te zijn, want ik heb een aantal oude bekenden gezien en ontmoet waar ik in het verleden ook iets te maken mee heb gehad in hetzelfde skillheam. Dus dat is op zich een soort déjà vu of thuiskomen, geeft het maar een naam, maar ik voel me hier prima vandaag. Goed, dames en heren. Er was eens een C1000 aan de skill bij. En wij gingen ervan uit dat die het eeuwige leven had. Maar zoals het zo vaak gaat, het ging net even iets anders. C1000 zag een andere mogelijkheid en werd verplaatst naar een overigens mooie locatie in deze gemeente. En is van lelijk eentje uitgegroeid tot een mooie zwaan. Er ontstond daardoor een wat raar en deels verwilderd gebied waar wel iets zou kunnen. Maar bij ons in Nederland, en dus ook bij ons, gaat dat niet zomaar. Nee, we gaan eerst van alles onderzoeken. En we willen eerst kijken of het haalbaar is. En vervolgens proberen we nog eens iets te doen. En dan noem ik even iets op. We hadden eerst gedacht parkeerplaatsen. Want er was behoefte aan de Stiens. Er is overigens nog behoefte aan, want Stiens zet zich op de kaart met dit prachtige centrum. Toen werd er even gedacht aan een eventuele uitbreiding van Smallebrug. Dat kwam in beeld, maar heeft het ook niet gehaald. Ten slotte werd het idee geopperd of er een groene long, of dat een meerwaarde zou hebben. Maar u raadt het al, dat werd er ook niet. Er is wel een sportieve activiteit geweest voor met name de wat oudere doelgroep, namelijk een jeu de boelbaan. Dat was op de voormalige tennisbanen en in goed overleg tussen de gemeente en de sporters is daar inmiddels een alternatieve plek voor gevonden.